Ja, we zijn nog steeds hier en hier is de bibliotheek in Rotterdam voor het Louvre Festival tijdens het Eurovisie Songfestival. We geven de kans aan jonge artiesten om hier hun talent te laten schijnen. En gedurende 7 performances waarvan je er elke dag 1 kunt bekijken, ga je artiesten zien die zo breed gaan als poëzie, spoken word, muziek, dans en literatuur. Nou, van die mini-performances, die zijn verdeeld door heel het gebouw, dus daar kan je heel veel van meekrijgen, ook nog eens van de BIEB. We zijn op de jongerenafdeling van de bibliotheek en hier gebeurt ontzettend veel. Er is als het ware een scene opgezet hier die rondom de boeken draait die in de bibliotheek te lezen vallen. En natuurlijk ook een beetje de community. Je kunt naar voorstellingen komen kijken. Er zijn workshops. Kortom, er gebeurt hier ook in de BIEB voor jongeren van alles. Nou, een van die organisaties die af en toe samenwerkt met de BIEB en deze jongerenafdeling is Sprakeloos. Sprakeloos is een spoken word organisatie die eigenlijk spectaculaire performances verzorgt rondom spoken word en podiumkunst. Nou, een van die performances waar je naar gaat kijken, die staat al naast me. En de andere, daar ga je ook naar kijken. Ik praat namelijk over Gavin en Timmy. Gavin is een verfijnd tekstschrijver en een van zijn eerste shows was ook tijdens Sprakeloos. Inmiddels heeft hij zich ontzettend ontwikkeld en heeft ook onder andere meegedaan aan de BNNVARA. Ja, je kan het maar doen. Nou, onlangs bracht hij ook nog eens 2 singles uit, genaamd Romantiek is voor hetero en Wijn. Nou, die kan je gewoon lekker op je gemak terugluisteren. De tweede artiest van Sprakeloos waar we naar gaan kijken is Timme. Timme is een beatboxer extraordinair en heeft eigenlijk afgelopen jaren zijn plek weten te veroveren als beatboxer in de scene. Zelf geeft hij ook nog eens workshop en hij zei voor van alles en nog wat in te zetten. Hij is een van de beste beatboxers van het land, dus geloof me, jullie gaan hiervan genieten. Dames en heren thuis, Gavin en Timme. Yes. Hallo allemaal, wat leuk dat ik hier mag staan. Het is een heel mooi cirkel moment voor mij, want mijn allereerste baantje toen ik 15 was in de bibliotheek. Ik sorteerde boeken en dan had ik het alfabet zo op mijn arm staan, zodat ik het niet fout deed. En de ironie is, ik ben ontslagen bij de bibliotheek, omdat ik te veel lawaai maakte. En nu sta ik te zingen in de bibliotheek. Het is gewoon een leuk moment voor mij. Ja. En het allereerste liedje gaat over mijn pestkop van vroeger, ook een cirkelmoment. Bas Petersen. En ik heb speciaal voor hem een liedje geschreven. Weet je nog, Bas Petersen, of ben je me vergeten? Hoe jij mijn hele leven verklootte iedere dag. Als je mij in de gangpaden zag, je wachtte bij mijn kluisje, lacht om ieder puisje. Jij vertelde de hele klas, ook al was ik nog niet eens uit de kast, dat de gymleraar mij in een tussenuur van achter genomen had. Nu wou ik dat het waar was. Hij was best wel lekker, onze gymleraar. Men zegt later, bedank iedere pestkop, iedere hater. Maar steeds vaker verlang ik naar wraak. Dus pijpte ik je vader. Pa 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 da da. Pa 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 da 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 da. Pa 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 da 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 da. Hij kwam op Grindr langs en ik dacht, dit is mijn kans. Jij noemde mij vroeger namen, nu schreeuwt hij de mijne in jouw Toy Story laken. En jij bent waarschijnlijk nog steeds hetzelfde loeder, maar deze kerst ben ik jouw stiefmoeder. Jij kan doen alsof je mij niet meer kent, maar iedere dinsdag proef ik het DNA waar jij gemaakt van bent. En ik moet je eigenlijk bedanken voor de man op wie ik ben gaan lijken. Jou het tegendeel bewijs heeft dat gedaan, maar helaas, je kan de tering krijgen. Men zegt later, dank iedere pestkop, iedere hater, maar steeds vaker verlang ik naar wraak, dus neukte ik je vader. Pa 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 da da, pa 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 da da, pa 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 da 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 da. En ik ben niet graag een onnodige dramamaker, dus Bas Petersen, vergeten en vergeven. En doe de groeten aan je vader. Het is een van de eerste keren dat ik weer mag spelen sinds de pandemie. En de pandemie was een gekke tijd als artiest. Een aparte tijd. En vooral voor mijn portemonnee. En dit liedje schreef ik in mijn veelste kleine studentenkamertje. Over dit onderwerp. Je komt er vanzelf achter.
hoogtepunt van de week waren de boodschappen. Ik kocht een pot agurken, 3 rollen Oreo's en 5 chipszakken. Online bestelde ik zo'n lekker voor je lijf soort sappenkuur. Want een gezond lijf is een happy life. Godverdomme, wat is een depressie eigenlijk duur? Ik kocht zelfhelpboek naar zelfhelpboek, maar ze brachten alleen maar pech. Eentje zei, does it spark you joy? Dus ik tiefde al mijn spullen weg. Ik hing 43 inspirerende quotes aan de muur. Ik heb dezelfde aantal dagen in de week als Beyoncé. Wist je dat? Godverdomme, wat is een depressie eigenlijk duur? Ik nam ook weer abonnement bij de sportschool, want ja, je moet blijven bewegen. Kost me 43 euro inschrijfgeld, wel een gratis tas, maar ernaartoe gaan viel wat tegen. Dus nu heb ik een splitsplinter nieuwe fiets staan in de schuur. De verkoper zei, een frisse neus zal je goed doen. Echt waar? Ja, echt waar. Godverdomme, wat is een depressie eigenlijk duur. Ik kocht heel Zolando leeg, ook al kwam ik niet eens buiten. Maar god, wat was ik fabuleus vanmiddag. Tijdens het huilen. Maar de materiële liefde duurde niet langer dan een uur. Maar ik heb wel een goede reet in deze broek. Godverdomme, wat is depressie duur. Ik zou iedere prijs wel betalen. Ik zou iedere prijs wel betalen om me uit deze dip te halen. Maar erover praten, daarmee is het niet zomaar opgelost. Ik zou iedere prijs wel betalen. Maar over praten, oh my god, weet je al wat dat kost? Dus nu zit ik in de schuldsanering bij mezelf. En als ik niet zo eigenwijs was geweest, betaalde ik nu vast de helft. En nu het eindelijk beter met me gaat, voelt al het geluk nog steeds als onderverhuur. En nu mijn hoofd, net als mijn huis, gevuld is met troep, denk ik, godverdomme, wat was die depressie duur. Dankjewel voor het kijken en wie weet tot snel. Don't make me shoot you down, 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 down.
This is a basic scheme. Nothing but strength and persistence will get you in the stream. There's only one thing I ask of you, is that you follow me into this crazy adventure. Just sail with me. Sail with me.